tot 10 uur hebben we dit verkeerslawaai. En daarna is het van 10 tot 5 ochtends is het behoorlijk rustig, moet ik zeggen hoor. We hebben geen last van die hele late stappers die hier met enorme kabaal hun auto's op komen halen vanaf die parkeerplaats voor de deur. Wat hier in het verleden en ook nog wel eens gebeurt, ja, de mensen hebben misschien een borreltje op en komen langs de bakkerij, ruiken de lekkere producten en er staat wat brood buiten af te koelen. En hebben ze daar wel zin in en dan, soms gebeuren dit soort dingen. Dus van deze perikelen zijn we af nu met dit nachtklok. Ik vind het ook geen leven zo hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben niet echt helemaal vrij in deze situatie. Hè?